Horoscoopstukken-debat. Deze keer met de 6 lijsttrekkers voor de federale regering. Ja, en de vraag is simpel. Voor u en ik zullen wij nog een pensioen hebben binnenkort. De vraag is eerder, hoe hoog gaat het pensioen zijn? En vooral, op welke leeftijd gaan we dat krijgen? Vooral de laatste vind ik belangrijk. Ik ben, voor alle duidelijkheid, nogal fan van lang werken. Het houdt de mens gezond, de geest gezond en ik denk ook de economie gezond, langer werken. Maar een pensioen, we hebben er recht op. Ik vrees alleen, de omstandigheden zijn veranderd. Ze gaan lager worden, hoe dan ook. En je gaat er harder voor moeten werken. Dat vind ik eigenlijk nog niet eens zo slecht. Want de Vlaming is toch een volk, iets heel apart, dat vanaf de geboorte al denkt aan zijn pensioen, wat hij straks gaat krijgen. En zich lijkt daar helemaal op te richten. Ik vind dat een beetje een verfoeilijke reflex. Laat mij beginnen met het goede nieuws. Wij leven allemaal langer. Al zijn er naar mensen maken een aantal die veel te lang leven, maar bo, dat terzijde. In ons land gaan we met pensioen gemiddeld op 59 jaar. En dat is eigenlijk te vlug. Ik kan dat zeggen, want ik ben daar al 3 jaar over en ik werk nog altijd. Dus we moeten langer werken, maar dat wil niet zeggen langer dan 65 jaar. Nee, we moeten van die 59 een beetje kunnen bijdoen dat we in de buurt komen van die 65. Al wil ik de lat niet gelijk leggen voor iedereen, want er zijn zware beroepen, in de bouw bijvoorbeeld, en er zijn poppenspelers, die hebben het minder zwaar. Die moeten dan maar wat langer actief blijven. Maar het langere werken, u ziet het, de beloning is er. We leven ook langer. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het moeilijk. Hè? Ik bedoel, als je hoort hoeveel geld er nodig is om iedereen nog een pensioen te geven, zoals het nu voor ligt, ja, dan moeten we er beneden niet op gaan hopen. Ofwel moet er heel veel bespaard worden, wat we niemand heel gelukkig mee gaat zijn. Ik denk dat we naar een andere structuur moeten gaan. Er is al een verandering gebeurd met het bediende- en arbeidersstatuut dat veranderd is. Ik denk dat we ook zo moeten kijken naar mensen die werken, mensen die ondernemen, dat we ook daar andere dingen moeten gaan doen. Dat je ook meer misschien verantwoordelijk moet gaan worden voor je eigen pensioen, voor je eigen appeltje voor de dorst. Men moet er vooral aan denken dat het belangrijk is in dit land om te zorgen dat welvarende mensen, mensen met een die er warmpjes in zitten, hier ook blijven. Want dat zijn mensen die ook geld uitgeven, ook als ze gepensioneerd zijn. En die zorgen natuurlijk ook voor bijkomende tewerkstelling, ook in lagere jobs, huishoudhulp, herstelling van woningen enzovoort. En ik denk dat er nu een zeer ongezonde stemming aan het komen is in dit land, dat men eigenlijk alles wil afvlakken. En ja, dat is niet goed voor de pensioenen in het algemeen, want ook de pensioenen van de mensen die zullen moeten komen van belastingen, allerlei soorten belastingen in de toekomst. Oké, als er geen mensen meer zijn die goed hun geld verdienen hier in België, dan zal het afgelopen zijn met de pensioenen. Ik denk dat wij ons alleen nog maar kunnen onderscheiden door ons sociaal stelsel. En heel de wereld is jaloers op ons sociaal stelsel. En ook dat is een valkuil. Want natuurlijk, het sociaal stelsel kan gemolken worden. En kan heel veel van geprofiteerd worden, omdat er heel veel achterpoortjes kunnen gemaakt worden. Maar ik denk dat wij verstandig genoeg kunnen zijn om juist die waarde te gaan inschatten. Een van mijn statements is dat ik geloof in globale diversiteit. Europa is een continent dat daarop inzet. En globale diversiteit is volgens mij gelijkgesteld aan globale solidariteit. De hele wereld kijkt met grote ogen wat dat Europa doet. Van de andere kant staan we altijd onder zware kritiek. Maar ik denk dat wij een denktank kunnen zijn die de wereld kan inspireren. Ik heb een pensioen altijd gezien, ik ben er gelukkig nog even vanaf, als iets wat straks als een soort bonus op u wacht voor gedane zaken. En dat moet het denk ik ook blijven. Maar hoe hoog die bonus moet zijn, daarover mocht je discussiëren. And think of all the stories that we could have told. Ja, Steven van de Put, onze columnisten willen met z'n allen langer werken, wat ik tot mijn grote genoegen kan constateren. Maar die pensioenbom die we hier verwachten in Limburg is natuurlijk groter, want het aantal ouderen stijgt sneller dan in de rest van Vlaanderen. Wel, dat is zo, maar voor ons als N-VA, laat mij toe om eventjes te zeggen wat in ons programma staat. Zo dadelijk gaan de mensen wel zeggen wat niet in ons programma staat, maar ik zou graag inderdaad de kans grijpen om te vertellen hoe wij denken over pensioenen. Wij geloven absoluut
in een versterking van die eerste pijler, het wettelijke pensioen, laat ons maar zeggen. En we nemen daar ook een aantal specifieke, concrete maatregelen voor. Zoals dat we bijvoorbeeld zeggen, de laagste pensioenen die moeten omhoog naar de Europese armoedegrens. Dus het pensioen moet gegarandeerd met de nieuwe index geïndexeerd worden in de toekomst. Dat soort dingen meer moeten er eigenlijk toe maken dat de mensen gerust kunnen zijn over het geheel. Daar staat natuurlijk tegenover dat het geheel betaalbaar moet blijven op lange termijn. U wil de pensioenen ook indexeren, hoor ik. Wel, wij willen inderdaad de pensioenen indexeren. Maar wel een indexsprong voor de rest. Wel, de indexsprong, zoals al eerder aangehaald, de indexsprong zal inderdaad gelden voor de 70%, de 70% laagste pensioenen, wat toch het overgrote deel is, zullen geen indexsprong, niet met de indexsprong te maken krijgen. De directeurs van de Nationale Bank en dergelijke meer die op pensioen zijn wel, die kunnen gerust een indexsprong aandenken. Maar ik onthoud dus dat u een pensioen garandeert voor iedereen dan? Wel, dat is absoluut zo. Wij geloven ook daarmee dat we naar 65 jaar voor ons als pensioengerechtigde leeftijd moet blijven, maar dat een volledige loopbaan maar kan bestaan uit 45 jaar. Ook wanneer iemand niet gewerkt heeft tijdens zijn loopbaan? Wel, het is natuurlijk zo dat je ook pensioenen zijn een stukje een verzekeringsprincipe. Hè? Het gaat over een rugzakje wat je opbouwt en daar zeggen wij, we willen die eerste pijlen versterken. Wat wil zeggen, elke dag, elk uur dat je werkt, dat je bijdraagt, moet ook effectief bijdragen tot een hoger pensioen. Maar als je geen rugzakje dus hebt opgebouwd, dan krijg je geen pensioen. Wel, laat ons zo zeggen dat we altijd ook voor de laagsten het optrekken naar het Europese minimum. Maar de surplus is natuurlijk afhankelijk van hetgeen wat men inbrengt. Ja. We gaan even het rijtje aflopen. Meneer De Waal voor Open VLD, garandeert u het pensioen voor iedereen? Ja, en ik denk dat dat het interessante was aan deze campagne, dat alle partijen zijn verplicht geweest om hun berekende voorstellen eigenlijk over te maken aan het team van professor De Koster. Van de KU Leuven. We zouden eigenlijk een onafhankelijke instantie moeten hebben in de toekomst om dat te berekenen. En dat leert toch wel een aantal zaken. Het Rekenhof gaat dat ook doen, hè? Het Rekenhof gaat dat ook doen. Ik denk dat dat interessant is. Wij voorzien inderdaad 9,6 miljard euro die noodzakelijk zijn om het wettelijk pensioen te waarborgen tot op het einde van de legislatuur. Nu, misschien even terugkomen op hetgeen wat meneer Van de Put zei. Ik weet niet welke varianten van zijn programma dat hij gelezen heeft, maar ik heb alleszins in zijn programma gelezen dat in 2016 is er 1,9 miljard nodig om die wettelijke pensioenen te kunnen waarborgen. En ik lees in de prognose van meneer Van de Put, lees ik daar maar de helft. Meneer De Waal, dus dat is een zaak. Dus u gelooft er niet in. Ik ga u hier laten zien. Maar kunnen we misschien even verder debatteren? Laat ons nu even serieus blijven. Ofwel citeert u wat in ons programma staat, ofwel citeert u niet wat in ons programma staat. U mag van mij vertellen wat u wil, maar als u zegt, er staat in het programma van de N-VA dat, dan zou ik ook graag hebben dat erin staat. Ja, heren, wat is er nu eigenlijk van? Ik heb met meneer Peumas ook al gedebatteerd en dan ging het soms om zijn persoonlijk programma, maar dat geheel terzijde. Dus ik denk dat we die... Laten we bij dit debat blijven, meneer De Waal. Dat we die garantie moeten hebben dat alle partijen effectief dat wettelijk pensioen garanderen. Ja, u gelooft in ieder geval niet dat de N-VA het gaat doen. Ik lees ook in dat programma een malus. Wat is dat, mevrouw De Witte, een malus? Dat wil zeggen dat je financieel wordt gepenaliseerd wanneer je vroeger met pensioen gaat. Nu, onze mensen hebben dat eens even nagekeken. Als je die voorstellen volgt, dan gaat in 2016 eigenlijk maar 1 op 2 van de gepensioneerden met pensioen kunnen gaan. Tweede zaak die ik nog wou opmerken te gronden. Ik denk dat we met z'n allen verder moeten gaan met iets langer te werken. De effectieve leeftijd is 59 jaar, hebben we daar vernomen. In de meest ons omringende landen ligt die leeftijd hoger. Dus ik denk dat het belangrijk is om de betaalbaarheid te blijven verzekeren, dat we met z'n allen die solidariteit opbrengen om iets langer te werken. Zo dadelijk mag u reageren, meneer Van de Put. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Ik zie u zit erbij en kijkt ernaar, meneer Schoofs. Geamuseerd, kijkt u toe. Nee, dus niet helemaal niet geamuseerd. De pensioenen van de mensen die zo onder druk staan, dat is echt niet om mee te lachen. We zitten met een dubbele pensioenkloof in dit land. Enerzijds hebben wij ongeveer de laagste pensioenen van de EU. Toch zeker van die landen die mee kunnen met de EU. 60% van het loon, dat moet naar 70%. En anderzijds zitten wij met een enorme kloof tussen de hoogste pensioenen, de ambtenaren, de hogere ambtenaren bijvoorbeeld, ook parlementsleden. En daaronder diegenen, bijvoorbeeld de zelfstandigen, de kleine zelfstandigen. Die kloof moet gedicht worden. Dus daar moet bespaard worden. Wat stelt u concreet voor? Daar moet bespaard worden op de hoogste pensioenen en niet op de laagste pensioenen. En natuurlijk zal een loopbaan. Hoe gaat u dat doen? Een loopbaan van 40 jaar minimum zal nodig zijn, behalve de zwaarste pensioenen. Het is daarnet ook gezegd. We zullen met z'n allen inderdaad in de toekomst zullen we allemaal langer moeten gaan werken. En we hebben dat altijd in ons programma staan gehad.
Namelijk dat we 40 jaar zullen moeten gaan werken met z'n allen. Zeker die mensen die op jonge leeftijd beginnen werken, hopelijk is er nog werk voor hen in Limburg, wel diegenen die zullen uiteindelijk vroeger op pensioen kunnen gaan dan bijvoorbeeld die mensen die naar de universiteit gaan. Ik hoor hier veel verschillende punten uit partijprogramma's. Kim de Witte, een betaalbaar pensioen, een pensioen voor iedereen, een garantie, moet dat komen? Ja, volgens ons is er een probleem dus inderdaad met de hoogte van de pensioenen. Dus de pensioenen in België zijn zeer laag. Mijn vader heeft 42 jaar gewerkt en heeft een pensioen van 1100 euro. 1 op 5 gepensioneerden trekt een pensioen onder de armoedegrens. Dat is zeer problematisch. Het hoofdprobleem... Ja, maar is die willen, de N-VA bijvoorbeeld wil die pensioenen optrekken. Ja, maar dus wacht, ik kom ertoe. Dus het hoofdprobleem volgens ons is niet de stijgende uitgaven, maar zijn de dalende inkomsten. Dus elk jaar 11 miljard minder voor de sociale zekerheid. De sociale zekerheid heeft vorig jaar aan de alarmbel getrokken dat zij steeds minder geld krijgen van de werkgeversbijdrage. De staat, de overheid, moet dat geld bijpassen, maar ook daar knelt het schoentje met de redding van de banken. En dus de inkomsten voor de pensioenen dalen. Ja. Daar zeggen wij van, kijk, daar moet duidelijke keuzes gemaakt worden. De keuzes die de regering in het afgelopen beleid en die de andere partijen momenteel in het toekomstig beleid willen maken. Dat keuzes is een om loonlastenverlaging te doen, zijn dat dan verkeerde keuzes? Want het geld moet wel van ergens komen. Het geld moet van ergens komen, inderdaad. Dus de keuze die men maakt is een verlaging van de hogere pensioenen en een betere bescherming tegen de armoede. Daar zeggen wij, kijk, de sociale zekerheid die onze voorouders hebben opgebouwd is niet alleen een bescherming tegen armoede. Dat is ook een bescherming van het inkomen na een leven van hard werken. En dus die keuzes, daar zijn wij niet mee akkoord. En dus wat u zegt, ook wanneer je niet hard gewerkt hebt? Zelf als, dus daar denk ik ook. Wat men voorstelt is eigenlijk de pensioenleeftijd verder optrekken. Dat is het enige concrete voorstel dat men stelt voor het pensioenprobleem. Daar zeggen wij, kijk, er zijn twee problemen. Ten eerste zitten we met enorm veel werklozen, 670.000 werklozen in België. En wat landen als Scandinavië doen, dat is een arbeidsduurvermindering voor ouderen, 6 uren dag voor ouderen, verbod op ontslag voor ouderen, streefcijfers voor ouderen. In België doet men niets van dat alles. Men zegt gewoon, mensen quota moeten langer voor ouderen verstaan werkloos zijn. Oké, zo dadelijk komen we bij u terug. De leeftijd verhogen, de pensioenleeftijd verhogen, meneer Van Veldhoven. Is dat een piste die u voorstaat als SP? Nee, de piste die wij voorstaan is vooral 2 jaar 1 zekerheid geven, want mensen zijn ongerust over hun pensioen, dus die zekerheid moet gegeven worden. Dat betekent dat we ook voor de 173.000 extra gepensioneerden die er de volgende 5 jaar bij komen, dat die zeker moeten zijn dat ze hun pensioen, dat ze daarop kunnen tellen. Dat betekent de volgende 5 jaar volgens het planbureau 9,6 miljard euro extra dat we moeten voorzien. In onze plannen voorzien we die integraal. Dat is bijzonder belangrijk. Waar haalt u die centen dan? Waar haalt u die centen voor die zekerheid? De centen waar we zalen direct hebben. Het tweede belangrijk principe voor ons is dat we de leeftijdsgrens verlaten. En waar we zeggen van iedereen dezelfde loopbaan, een even lange loopbaan. 42 jaar werken geeft recht op een volledig volwaardig pensioen. Wij vinden dat eerlijk, want iedereen betaalt, draagt 42 jaar bij. Maar dat betekent dat iemand die op zijn 18 jaar, de elektricien bij wijze van spreken, begint te werken, dat die op zijn 60 dat volwaardig pensioen kan hebben. Mm-hmm. Maar iemand die op zijn 23 begint te werken, die gaat tot 65 moeten werken. En dat, denken wij, is een heel eerlijk probleem. Meneer Beken, leeftijd loslaten, dat is de verkeerde piste. Kijk naar de gewerkte jaren en dan garanderen we voor iedereen een pensioen. Wel, wij willen die leeftijd van 65 jaar behouden. Het probleem is niet de wettelijke leeftijd van 65 jaar, maar het feit dat we nu gemiddeld genomen op 59,6 jaar zitten. En in ons plan, als we erin slagen om de mensen 2,5 jaar langer te doen werken, door structurele hervorming, want dat heb ik hier nog niet gehoord, en we zullen toch ook een aantal hervormingen moeten doen, dan kunnen we de pensioenen ook in de toekomst betaalbaar houden. Dus laat ons maatregelen nemen om zoveel mogelijk van die 60 jaar naar die 65 jaar te gaan. Ik zou wel het huidige systeem om 45 loopbaanjaren te hebben voor een volledig pensioen, dat zou ik wel willen behouden. Want dit vind ik een beetje eigenaardig. We zitten met een probleem van betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst. Vandaag is het 45 jaar voor een volledig pensioen te hebben. Je kunt vroeger op pensioen, maar dan heb je er iets minder voor. Je gaat dat niet oplossen door te zeggen, we gaan van die 45 jaar opeens 42 jaar. Dat is een beetje een vreemd voorstel. Maar de essentie van de zaak is, de mensen moeten langer aan het werk. Ja, meneer Van Veldhoven. Het is helemaal geen vreemd voorstel, want de gemiddelde leeftijd waarop wij in Vlaanderen en België op pensioen gaan is 39 jaar. Wat wij zeggen is, doe er 3 jaar bij. Gemiddeld naar 42 jaar als loopbaan. We hebben daar de berekening over gedaan. Vandaag de dag met 42 jaar werken voor iedereen.
Niet iemand die maar 40 jaar wacht en recht op pensioen heeft op zijn 65. Voor iedereen hetzelfde, het meest eerlijke systeem. Ja. En betekent niet, zoals inderdaad ook de N-VA wil... Want daar gaat hij niet echt op in, dat er toch wel, als iemand voor zijn 65 op pensioen gaat, dat er minder pensioen is. Het is onder meneer Van Quickenborne en later onder meneer De Croo dat die eerste stappen in de pensioenhervorming gezet zijn. Ja. Iedereen is erover akkoord dat dat verder gezet wordt. Hoe moet dat er dan uitzien? Wat wil u nog verder hervormen? Ik denk dat die tanker nu eindelijk gekeerd is. Dat is de verdienste van die pensioenhervorming die we hebben doorgevoerd. Ik denk dat het belangrijk is dat we nu aan 59 jaar zijn en vooraleer dat we gaan beginnen discussiëren over 65 jaar, moet dat maar omhoog. Ik zou ook willen dat die effectieve pensioenleeftijd naar omhoog gaat. Dus die 65 jaar moeten we loslaten? Die 65 jaar mogen we niet loslaten. Ik wil die behouden. Ik wil daar geen discussie over voeren. Ik zeg alleen, laat die effectieve leeftijd zoveel mogelijk die wettelijke benaderen. Ten tweede denk ik dat je gepensioneerde mensen moet activeren om zo lang mogelijk effectief nog actief te blijven. Dus onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden moet kunnen. Ten derde denk ik, ik zie vandaag door de loonkost dat oudere werknemers nogal eens worden gestoten uit de onderneming, omdat ze gewoon te duur zijn. Ze verdienen niet te veel, maar ze kosten te veel. Nee, daar zou ik pleiten voor loonlastenverlaging die specifiek gericht zijn op die oudere werknemers, zodanig dat zij met een aangepast regime nog een tijd aan de slag kunnen blijven. Eigenlijk vragen we te veel op te korte tijd aan de mensen, we persen ze uit en op het einde dan worden ze te vroeg uit het arbeidsproces gestoken. Dus subsidies voor oudere werknemers. Ja, ik zou even discussie misschien verleggen. Brugpensioen op 52, het gaat over oudere werknemers. Ja, was dat nu wel verantwoord om dat te geven aan die voortwerknemers? Wel, het systeem bestaat vandaag, dus je kan die mensen niks kwalijk nemen. De vraag is alleen of we dat soort maatregelen in de toekomst nog zullen kunnen nemen. En dan denken wij persoonlijk, en wij denken dat ook als partij, dat iemand op 52 jaar in feite afschrijven van de arbeidsmarkt, dat dat niet meer aanvaardbaar is. Ik denk niet dat dat nog kan. In de toekomst, wij zijn het zo dat we vandaag zeggen, pak dat zo'n servanda, wat wil zeggen, wij komen de afspraken na die gemaakt zijn met de mensen zoals ze gemaakt zijn. Wat wij voorstellen voor de toekomst, want dat is ook belangrijk misschien van de puntjes een keer op de i te zetten, wij zeggen ook, die 65 jaar is voor ons de pensioengerechtigde leeftijd. En een volledige loopbaan blijft bestaan uit 45 jaar. Wat zeggen we nu? Als u langer wenst te werken, onbeperkt, en u zou niet uw 45 jaar loopbaan gehad hebben, dan kan u blijven rechten bij opbouwen. In het andere geval kan u er gewoon voor kiezen. Stel, u bent 65, heeft rechten opgebouwd en wenst verder te werken, wel, dan is dat mogelijk. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, als wij allemaal ouder worden, allemaal een beetje langer moeten bijdragen, dat we zeggen, u mag ook kiezen om bijvoorbeeld van op 60, maar dat is dan ook het maximum, van op 60 met pensioen te gaan. Maar daar gaan we dan goed een maand aan rekenen. En hoeveel minder, meneer Van Veldhoven, dat is te bekijken. Ja, dat dacht ik. Dat is budgetair te bekijken wat mogelijk is. Dus het is niet zeker. Het is niet zeker hoeveel het krijgt. Er staat vandaag niet in ons programma over hoeveel dat gaat. Dus geen zekerheid voor die gepensioneerden. Wel, er is zekerheid voor die gepensioneerden. Geen zekerheid voor de pensioenen. Onze berekeningen, de berekeningen die u niet doet, hebben wij gedaan. Uw berekeningen die hebben ook nagekeken. Ik haal het rustig. Meneer De Witte, hoeveel is het per jaar? Tot 10 jaar geleden gold 5% in het algemeen als malus. Ik stel een simpele vraag. Dat is een voorbeeld. Dat is een voorbeeld. Geeft u eens antwoord op de vraag. Hoeveel is het? Hoeveel is het? Geeft u eens antwoord op de vraag. Dat is vandaag niet te bepalen, juist omdat we moeten zien waar dat we uitkomen. In totaal. Goed, maar het gaat niet over 25%. Nog even wijzen gewoon wat in het programma staat, maar dan los van die discussie. Dus hier staat in het verkiezingsprogramma van de N-VA, wat is het verschil met ongewijzigd beleid? Pagina 11, kolom 2. We beperken de pensioeninstroom via een malus bij vervroegde uitreden. Ja, die malus min 2,5 miljard euro. U hebt dat het wel opleveren. Wie gebruik maakt, ik heb het berekend, wie gebruik maakt van de mogelijkheid tot vervroegd pensioen, krijgt een vermindering, tussen haakjes malus, van het pensioenbedrag. Dergelijke malus bestond vroeger ook in België en is min 5% per jaar vervroegde uitreden. U hebt het berekend? Wat zegt u? Ik heb het berekend. Dus mijn moeder bijvoorbeeld, die een pensioen... Even wachten, meneer Van der Put. Nee, dat is gewoon wat in het programma staat. Mijn moeder, die is ambtenaar geweest, die pensioen van 2000 euro. Zij is vertrokken op 61 jaar. Zij zou 400 euro minder pensioen hebben met die regeling. Ja. Dus het malussysteem, wat zegt u daarop? Ik zeg dat er in het programma een voorbeeld staat gelijk het vroeger gold. Waar het over gaat voor de toekomst is juist wat is mogelijk. Nu, ik denk wel, meneer De Witte, u kan het er met mij
over oneens zijn. Maar ik denk als wij allemaal gaan in de richting van levensverwachtingen van 80 jaar en verder, dan kunnen we dus niet aanvaarden dat mensen, en zeker niet in beroepen waar dat mogelijk is, dat die zo fel vervroegd op pensioen blijven gaan. Maar daar zit het probleem, meneer Van der Put. We gaan niet allemaal naar 80 jaar. Het gaat er juist om dat wij zeggen, wij hebben een mooi welvaartssysteem, en wel, laat ons dat onderhouden. Hoe kunnen we onze welvaart behouden en zeker zijn recht dat we die pensioenen welvaartsvast maken? Daar zijn Europese barema's voor, minimumlonen, armoedegrenzen en dergelijke. Er zijn genoeg parameters om ervoor te zorgen dat zeker die laagste pensioenen veilig blijven. Maar wij zijn er ook voorstander van dat mensen die gepensioneerd zijn, dat die kunnen bijklussen, dat die kunnen bijverdienen. Laat ons het zoveel mogelijk. En we moeten zien dat we geen nieuwe pensioenval creëren. Dus door mensen die op pensioen gaan, die denken, mijn pensioen is welvaartsvast. En op een gegeven moment vallen ze dan in de put, omdat ze te weinig kunnen bijverdienen. Meneer Beke, langer werken... Dat moeten wij opvangen in ons pensioenstelsel. Langer werken, ik hoor het graag zeggen. Als ik denk aan de Ford-arbeiders die op 52 met vervroegd pensioen zijn gegaan, die willen misschien wel langer werken, maar je moet ook kunnen. Wel inderdaad. En nog eens, we hebben de brugpensioenen hervormd. Het is nu een werkloosheidsvergoeding met bedrijfstoeslag. Dat betekent dat mensen een werkloosheidsvergoeding krijgen. En ik vind dat wie werkloos is, die moet actief kunnen blijven inzetbaar op die arbeidsmarkt. Dat is de essentie van de zaak. En dat men dan een bedrijfstoeslag krijgt, want daar versta ik eerlijk gezegd niet waarom dat u daar zo tegen bent. Wie een bedrijfstoeslag krijgt van een groot bedrijf, een internationaal bedrijf, omdat ze hier sluiten, dat kost de Vlaamse belastingbetaler niks. Dat kost de overheid niks. Dat kost... De werkloosheid... Laat meneer Beek even uit. Die werkloosheidsvergoeding, die had u sowieso moeten betalen. Het enige waarvan dat u zegt dat die mensen daar vandaag geen gebruik meer van mogen maken of niet kunnen krijgen, dat is hetgeen wat Ford daar zelf aan zou toeleggen. Wel, dat versta ik eerlijk gezegd niet. En wij moeten, en dus, we hebben die brugpensioenen hervormd. In 2012 3,5% minder bruggepensioneren. In 2013 opnieuw 3,5% minder bruggepensioneren. En de essentie van de zaak is, we moeten die hervormingen doen, maar op een verstandige manier. Wat is een verstandige manier? Wel, zoals we nu die hervormingen hebben gedaan. We hebben dat in deze federale regering gedaan. Goed. En op die weg moeten we verder gaan. We gaan niet doen datgene, meneer Van der Put, wat dat uw partij in 2011 heeft naar voren gebracht. Ik heb hierbij dat u in 2011 heeft voorgesteld om 15 miljard te besparen in de sociale zekerheid. En op welke manier? U heeft toen gezegd, uw partij heeft toen gezegd, door het terug laten vallen van de sociale uitgaven, alle sociale uitgaven, tot voor het pre-crisisniveau. Ze kennen op 2008. Uw partijprogramma allemaal zeer goed. Mevrouw De Witte, ik ga even zeggen wat dat concreet betekent. Mm-hmm. Dat betekent concreet dat een minimum zelfstandige pensioen, gezinspensioen, €3.300 minder zou hebben dan het vandaag is per jaar. U haalt dat betekent concreet dat een minimum gezinspensioen voor een werknemer €2.200 minder zou hebben. Want ik hoor hier zeggen, we moeten de lage pensioenen welvaartsvast maken. Maar dat is hetgeen wat we nu in deze regering wel hebben gedaan. U haalt de centen bij de gepensioneerden. Laat mij eerst opnieuw. Hè. Ze zijn nu uitgemolken over het programma, want dat hebben ze allemaal verteld wat daar niet in staat. Nu komen ze terug. Maar je moet dit eens even weerleggen. Ja, nu komen ze terug met interviews waar destijds inderdaad dingen gezegd zijn. Maar dit is geen programma vandaag. Meneer Beek, het programma is toch dat? Het programma is toch datgene wat wij allemaal hebben laten narekenen door de KU Leuven, waar we allemaal zo fier op zijn. Het programma is toch dat waar u van zegt eerst van de gepensioneerden krijgen niet die korting in de belastingen en achteraf zegt wel, maar dan uiteindelijk uitkomt op een gat van 700 miljoen in de berekeningen. Het is toch daarover dat we het vandaag hebben. Doen we hier aan paniekzaaierij in de hele discussie natuurlijk over de pensioenen? Want ja, dat is toch opvallend in deze campagne, hè? Maar ik geloof dat het ook zeer positief kan bekeken worden als je ziet wat er in de ons omringende landen gebeurt. Als er meer activiteit is, als er meer jobs kunnen gecreëerd worden, als mensen effectief wat langer gaan werken, als ze niet zo snel uit het arbeidsproces worden geëjecteerd. Kijk naar de Scandinavische landen, dan gaan mensen trouwens ook gelukkiger zijn, want dat is een goede zaak. Als gepensioneerden heel lang nog blijven bijwerken en bijklussen als het ware, of zich nuttig voelen. Dan moeten de jobs er wel zijn natuurlijk. Dan moeten de jobs er zijn, maar ik denk dat dat mogelijk moet zijn door in te zetten op economische groei. Dus men bekijkt dat veel te negatief en wij zien ook in onze plannen mogelijkheid om tegen 2019 die activiteitsgraad, die werkzaamheidsgraad op te voeren. Maar ten tweede, we mogen hier toch praten tijdens het verkiezingsdebat over programma's.
We mogen toch cijfers citeren die daarin voorkomen. Ja. Ik kan toch ook maar lezen wat ik lees. Ik kan toch ook maar zien dat ik in bepaalde programma's zie dat men die wel... Nee, dat men die, dat men die wettelijke pensioen niet garandeert. Heel kort. Dat men een malus-systeem hanteert. Een malus, mevrouw De Witte, dat wil zeggen dat als je rapper stopt, dat je minder pensioen krijgt. Wel, als men niet kan zeggen, men kan wel zeggen, we zijn voor het principe, maar men kan niet zeggen wat die malus vertegenwoordigt, dan denk ik dat de kiezer een stuk van de waarheid wordt onthouden. Oké, goed. Hier kunnen we bij afsluiten wat dit betreft, het pensioenluik. Eventjes naar Erik, zou ik zeggen. Het was weer een pittig debat. Pensioenen, dat is iets waar we van wakker liggen, hè, Erik? Absoluut. Ik stel vast dat alle heren heel goed het N-VA-programma gelezen hebben. En de moraal van het verhaal is... schrijf wat algemeenheden in uw programma. Beloof dat alles goed in orde komt en daarna zien we het wel. Twee. Eigenlijk is het jammer dat we dit debat nu moeten houden. Al 20 jaar schrijf ik in het Belang van Limburg over de problematiek van de vergrijzing. Over het feit dat de babyboom opa en omaboom gaat worden. Dat we ons daarop moeten voorbereiden. En wat stellen we de dag van vandaag vast? Nog 2 jaar en het is echt helemaal prijs. En we zijn niet voorbereid. En het spijt mij voor de heren die in de vorige regering gezeten hebben, maar... ze hebben zich daar onvoldoende verantwoordelijk gedragen. En ik wil het niet zozeer over de laatste regering hebben, die in moeilijke omstandigheden moeten functioneren. Ik heb het heel in het bijzonder over de Paarse regering in Verhofstadt, waar toen hoogconjunctuur is eigenlijk weggegooid en die men goed had kunnen gebruiken om de pensioenreserves aan te leggen. Maar goed, ik ben optimistisch gestemd vandaag. Ik heb begrepen dat de heren het probleem nu eindelijk willen aanpakken. En dat na de verkiezingen we eigenlijk een ongelooflijke opportuniteit krijgen, omdat we legislatuurparlementen krijgen, ze dus 5 jaar de tijd krijgen om eindelijk te doen wat ze al 20 jaar zeggen. Ja. Dat is een vraag die we dan zo dadelijk kunnen voorleggen misschien, maar jij staat er ook bij, Klier zit nog bij u, Erik? Ja, en Klier heeft ook een tekening over de pensioenen. Ja. En die vat het perfect samen. Ja, met een klein beetje overdrijving, maar dat is mijn job, hè. Ja, ik ga het voorlezen. Wat is dit? Een panklare kip. En daar staat op, een heel klein beestje, mijn pensioen. Ja, oké.